Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Astrid is vanmiddag geweest, de kopje staat zo nog op tafel. Helemaal vergeten op te ruimen. En ik, ik loop echt gigantisch door de wandel. Ik moet morgen toch weer weg. Ik ben wat vergeten, ja. Oh, had je ze klaarleggen en nog vergeten. Ik moet het toch van een zak halen. Maar ja, ik heb wel andere boodschappen gedaan, dus ik heb ook diepvries mee. Dus ja, ik ben druk bezig geweest. Hondje is weer blij dat, dat ik weer thuis ben. En dus, nou, dan morgen nog eventjes naar Big Bazaar om stofzuigerzakken te halen. Komt allemaal goed. Ik ga nou niet meer weg, ik ben nou zat. Maar ja, dan moet ik wel die zakjes meenemen vanzelf. Want dan weet ik tenminste wat ik moet halen. Stofzuigerzak voor de Miele en voor de Philips. Ja, ik heb twee stofzuigers. Eentje van boven en eentje van beneden. Voorheen hoefde ik zelf dan niet met die stofzuigers te sjouwen en te slepen van boven naar beneden. En nou, de hulp niet. Dat is altijd wel makkelijk. Maar dan vergeet ik mijn telefoon uit mijn tas te halen. Dat moet ik wel eventjes weer hebben. Ik moet aan de lader. Ja, dat was mijn beeldscherm. Dus ja, eventjes mijn telefoon pakken. Dat is weer goed. Zo. Dag meisje, wat gaan we doen? Alweer naar dat drinkersbak, hè? Wat zeg ik? Ja hoor. Nou, die springt echt niet over een schutting heen om niet bang voor te zijn. Daar is veel te bang voor allemaal. Maar ja, daar is zij heel erg benauwd voor de buitenwereld. Hé meisje, die moet er zo in en dan moet hij gelijk aan de lader, dat was mijn koppie, zo, nou ja, ik lust toch een koffie, dat gaan we ook gelijk even klaarmaken, daar zit nog water genoeg in, nou. Ik ga nou niet meer weg. Morgen eventjes die zakken halen. Eventjes naar Big Bazaar ervoor. Kan toch ook allemaal? Ja hoor. Ik heb papier, ik nog niks. Zo. Meneertje Jodok, ik vind het lekker voor je. Als je het lust. Ja, ik weet het niet. Pedigree, weet ik veel. Kijk. Ja toch. Ik denk dat lust je toch ook wel of niet dan. Zo, nou. Zullen we zien. Helemaal beleven. Nou. Kaas. Gekookte ketelworst. Blijkt bepaling wordt. Is het alleen nog niet. Salami. Gebraden gehakt. Schouderham. Boterham die worst. En Ardenner boterhamworst. Kijk, is het voor jou zitten? Ja, is het voor jou. En wat heb ik hier? Palingworst. Ik hoop dat jullie ergens naar kijken waar je niet naar hoeft te kijken. Naar de koelkast of zo. Ik weet het niet. Zo. Koffie. Waar waren we gebleven? Maar wanneer is het bij de patat? Want dat is bijna op in de koelkast. Nou, dan heb ik vlees voor mijn hondje en pens met hart voor mijn hondje. Dan heb ik vlees compleet. Ik heb pens vlees compleet. Ik heb runder pens. Allemaal voor mijn hondje. Nou, ananas. Oh ja, en ik ga een heks worden. Ja, een heks, ja. Opgelet. Dan hoop ik. Ja, heksenkaars. Dus ik ben een heks. Maar ik ben een witte heks, hè. Ja. Geen zwarte, want het is een slechte. Ik ben niet slecht. Nu.
En dan heb ik natuurlijk niet te vergeten een Bounty voor bij mijn koffie. Ja, en ik ben nou maar eens een keer weer naar de FOMA geweest om boodschappen te doen. En dan heb ik nog twee flessen wijn, die waren in de aanbieding. Twee voor 5 euro. Nou, ze zijn iets van 1,89 zoiets. Nee, 2,89. Dacht ik dat ze waren. Dus ja. Hup, jij daar naartoe. Hup, jij daar naartoe. En dan kan ik die ook inleggen. Even de bedrijf. En het andere moet. Dat heb ik hier nog. Ja, een zak kattenvoer, die moet naar boven. Dus. Nou, dan kan die hier neergezet worden. Blijf staan. Dan kan ik de tas weer opvouwen. Hop, hop, hop. Zo. Dan gaat het in de la. Zo. En dan moet ik zien dat ik dat even op kan ruimen. Ik moet het even nog niet. Ja, daar kunnen die dozen weer in. Zo. Dan is dat vast. Zo. Dan kan die er in. Zo. En dan kan die er ook nog in. Hoppla. Zo. Nou, dan nemen we daar nog. En ik had hier ook nog. Kijk. Ja, alweer. Morgen ga ik dat eten. Ja, dat vind ik lekker. Morgen, vandaag de dag, want ik heb hem mee eten. Oh, weet je wat? Ik gooi er gewoon bovenop. Wat erop kan. Nou, die andere vierkanten. Hup. Zo. Dat doe ik hier weer bij in. Dit gaat allemaal in de vriezer, deze. Want wie wat bewaart, die heeft wat, zeg ik dan. Ja, toch? Jan gaat de vrijdag weer aan, om mij te staan. Oh ja, ik heb nu nog een oude. Netjes, ja. Zo, hebben jullie mij ook eens een keer aan het werk gezien even? Althans, dat hoop ik, hè. Dat jullie het enigszins hebben kunnen zien. Dan moet ik zo meteen nog even gehaktballen afbraden. Zijn al enigszins gebraden, maar die ga ik bakken, braden, weet ik veel. Ik heb hier 4 van die gehaktballen. En die zijn dan al gebraden. Maar ik vind ze in mijn eigen zuur even toch lekkerder, weet je. Dus we gaan zo lekker even in mijn zuurpan. Kind slikjes. Ben je blij, man? Hij is blij. Ah.
Hij is blij. Ja, Mitchell er weer in, man. Oh, hey, Joepte. Oh, even klauwen, even klauwen. Ja. Ja, we hebben weer eventjes bezoek, lieve vrienden. Dat is Mitchell. Ja, hij eet lekker gezellig eventjes mee. Daarom gaan we ook aan de patat met de gehaktbal. Ja, yummy, yummy, yummy. En ja, mijn hondje is altijd blij als hij Mitchell ziet. Maar ja, dat gaat ook in de toekomst veranderen, want Mitchell die gaat emigreren. Ja, zo gek is die. Emigreren naar Ierland niet? Ierland heel, ja. Nou, hij liever dan ik. Ik blijf liever hier. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot laters. Ja, en Chrissy is er weer en dan wordt er natuurlijk weer volop geknuffeld. Het kan ook niet anders, hè. Ho. Ja, even lekker knuffelen. En dan zitten we zometeen met z'n drieën gezellig aan de tafel aan een patatje en een gehaktballetje. Maar ja, het ligt nog in de oven, de patat. Het heeft eventjes tijd nodig. Want die meneer daar, dat is een grote eter. Ja, daar moet die oven ook rekening mee houden. Ach jong, dat duurt zo lang. Juist niet, dan ben je zo op. Nee, die friteurgeval die daar staat, die prinsesding, dat duurt ik weet niet hoe lang. Nou, daarom ben ik overgestapt op de oven. Als ik een frituur aanzet, heb ik binnen een kwartier patat hoor. Binnen wat? Een kwartier. Nou, ben die niet. Ja hoor, ik heb nog zo'n ding. Nou, het duurt ik weet niet hoe lang. Plus, dat is veel ongezonder dan dat. Dat heeft een vette troep. Met dat niet. Als je goed had, dan krijg je geen vette troep hoor. Ik heb een Maar oké, okay, wij gaan hier aan deze kant lekker verder. Doei doei. Een hele, hele goede middag. Ja, een hele, hele goede middag. En van harte welkom bij Corina en de Beestenboel. Ja, bij weer een gloednieuwe vlog. Ik heb de wasmachine draaien, ik heb de wasdroger draaien en ik heb de vaatwasser draaien. Ja. En mijn hondje die ligt daar. En mijn prinsesje ligt daar. Nou, ik ben bij mijn andere meisje begonnen. Waar mijn rode rakker is, weet ik niet. Ik moet vandaag nog naar Big Bazaar stofzuigerszakken halen, make-up doekjes halen. Ik moet nog naar de DK-markt om Indische cake te halen. Want ik heb Indische cake nodig. Want ja, donderdag krijg ik gasten, zaterdag krijg ik gasten. Dus ja, ik heb het heel, 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 heel erg druk. Maar voordat ik het druk ga hebben en druk ga maken, ga ik eerst lekker genieten. Ik ga even lekker iets voor mezelf doen. Een plaatje maken en een vlog in... ik wou eigenlijk een vlog in de... Videopad doen, maar van gisteren, maandag, heb ik met drie kleine filmpjes. Terwijl we toch gezellig hebben gehad. Ja, maar ik heb met drie kleine filmpjes. Dus ja, dat doe ik vandaag maar bij. Want als ik alleenig ben, überhaupt, dan heb ik weinig te filmen. Maar gisteren heb ik wel visite gehad. En twee ervan, die wouden wel gevlogd worden. En één niet. En dat is Astrid en Chrissy en... Mitchell, ja, die willen wel gevlogd worden. Ik dacht, ja, Mitchell komt hier niet zo vaak. En hij gaat binnenkort ook emigreren naar Ierland. Dus ja, hij kwam voorheen wel vaak hoor. Hij was altijd de jongen die voor mij, zeker ons, dat mijn man nog leefde, de containers buiten zette. Maar ja, toen was het, iedere week moest er wat naar buiten toe gezet worden. Het zijn de grijze, het was de groene. Nou ja, groene was dan niet altijd nodig, maar dan kwam die altijd even toch een bakkie doen. Maar dat is nou ook over, ja,
Maar het maakt niet uit, hij is gisteren geweest, heb gezellig even meegegeten en dan komt hij de andere week, geloof ik, weer vanwege de container buiten te zetten. Die moet andere week, want het is hier allemaal veranderd, heel het schema. De grijze gaat geloof ik nog maar één keer in de maand. Nou, het is absurd voor woorden, want ik ben wel alleen, maar ik heb ook nog dierenafval, weet je. Dus ja, het schiet niet op, één keer in de maand. En ik ga niet naar die containers lopen met mijn zakje, hoor. Dat doen de gezonde mensen maar, en anders doen ze het van de gemeente zelf maar. Ja, zet ik die wel in. Of kom maar heen naartoe. Ik doe het niet, doe jij het maar. Jullie willen het, ik niet. Simpel. Maar oké, mijn hondje loopt nou weer buiten. Ik ga lekker aan de slag. Ik ga even wat voor mezelf doen. Ik zet er een bakje koffie er nog bij. En dan komt het vast zeker allemaal goed. Ik wens jullie allen in ieder geval een hele fijne dag. Het is hier vreemd weer. Nou is het weer grijs en donker. Maar daarnet kwam toch even ons lieftallige zonnetje erdoor. Ja. Maar in ieder geval, ze is weer eventjes het hoekje om, denk ik. Ik weet het niet. Maar ze zal vanzelf wel weer, denk ik, terugkomen. En ik hoop dat het niet gaat regenen, want ik moet er dus nog wel doorheen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden. Ik ben bezig mijn jas even aan te doen. Dat ik ga zo even weg. Neem jullie niet mee, want dat is iedere keer datzelfde ritje, dat is ook niet leuk. Nee. En ik ga ook niks bijzonders doen. Ja, ik ga naar de Big Bazaar en naar de DK-markt. Want ik moet eventjes bij Big Bazaar make-up doekjes halen. En ik moet stofzuigerzakken halen. Ja, die moet ik meenemen, die zakken. En ik moet naar de DK om eventjes cake in te slaan voor donderdag en voor zaterdag. Ik krijg het druk. De vaatwasser is klaar, de wasmachine is klaar, de droger is klaar. Nou, die bekijken het allemaal maar. Ja, ik geef al enkel straks nog even de was even over de andere, et cetera. En dan hou ik er voor vandaag voorzien. Blijf lekker rustig. Ik ga lekker verder niet zoveel doen. Dan enkel op Facebook. En ja, ik heb nog niet veel filmpjes voor natuurlijk op YouTube. Maar YouTube loopt ook goed. Dus ik ben ver vooruit. Dat ik heb, kan even een pauze houden. Zodat ik met deze twee dagen een grotere vlog krijg. Om in elkaar te zetten. Want een vlog van 10 minuten is ook niet leuk. Nee. Dus ja, lieve vrienden. Dat... ik kom later wel weer terug, ik zou zeggen. Tot later dan maar. Hoi, lievertjes. Hoi, man. Mag ik erdoor? Ja, lieve vrienden. Het is weer avond geworden. En die rode rakken van mij... die wil er ook even bij. Dat, het is weer avond, zoals ik al zei. Het is 9:30 geweest al. En het is, wat voor dag was het eigenlijk vandaag? Jeetje, ik moet even helemaal mijn boekje weer zoeken. Het is in ieder geval dinsdag. Ja, het was dinsdag. Het is dinsdag. En het is 5 juni. En zoals ik al zei, 21:34. Ja. Het begint al een klein beetje te schemeren in huis zelf. Buiten is het nog lekker licht. Hé, ja, nou kerel. Hé. Kijk, daar moet je kijken. Door. Ja, zeg maar daar. Maar in ieder geval, ik ga er een einde aan breiden. En ik zet dit allemaal op... mijn pc. Ik had vandaag een update, een grote update. En toen dat de computer klaar was, toen wist ik even niet wat ik moest doen. Want ik kreeg allemaal vreemde kaartjes te zien waar ik geen weet van had. Had ik nog nooit meegemaakt. Dus ja, toen maar naar Den Haag, naar Karin gebeld. Van wat moet ik? Nou, die hebben me even per telefoon en met foto's maken ervan geholpen.
Dus ja, nou weet ik het. Maar ik, zo. De haren vliegen om me heen van jou. Ik had geveegd hier. Met moeite en pijn. Nou, zullen we dat ook weer even weggooien. Maar in ieder geval, ja, daar zijn we uitgekomen. Dus dat is allemaal goed gegaan. En nou kan ik dus weer verder aan het werk. En dan kan ik dit zometeen even in elkaar gaan zetten. En dan kan het weer naar YouTube toe. En terwijl de videopad werkt, kan ik weer naar Facebook toe. Want ook daar liep het in de honderd mee. Als de computer zegt van je bekijkt het dan maar even, ik heb een update staan. Ja, dan moet je hem loslaten, dan moet je het me laten gaan. En dan moet je de groep maar aan anderen overlaten. Ja, er is niks anders aan te doen. Maar dat komt ook allemaal goed. Dat is ook wel goed gekomen. Ik heb toch nog drie onder mij. Dus dat komt allemaal goed. Allemaal drie lieve, prachtige, mooie vrouwen. Oftewel mijn surrogaatzusjes. Astrid van der Wal, Karen Degen en Sylvia van der Toor. En dan denk ik van, hé, we missen er één. Ja, dat is Chrissy. Ja, die... Die is geen moderatrice, nee. Ze zit wel in de groep, maar die heeft overdag de andere prioriteiten. Die mag graag op de tuin vertoeven, op de volkstuintjes. En dan staat ze in de kantine te werken, et cetera. Dus ja, daar, dat moet ook gebeuren. De mensen die willen daar ook hun drinken, hebben een natje en een droogje. Dus ja, het komt allemaal goed, allemaal leuk, allemaal aardig, allemaal lief. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog van jullie avond. Voor later welterusten, lekker slapen. En dan een gezegende nachtrusten vanzelf gewenst. En met Gods zegen zal dat vast wel lukken. En gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, lieve vrienden, doei doei.